De kracht van waarnemen. Door de kracht van waarnemen versterk je jouw wijsheid en onderscheidingsvermogen, zodat het nemen van beslissingen makkelijker wordt. Met de kracht van waarnemen kun je diamanten onderscheiden van kiezelstenen. Je kunt zien wat waar is en wat geen waarde heeft. Wat is goed en wat is fout? Dit is de meest fundamentele vraag die je tegenkomt bij het nemen van een beslissing, klein of groot. Als je goed kunt waarnemen, kun je ook je leven beter vormgeven. Je neemt je lot in je eigen handen, omdat je weet wat wel en wat niet goed voor je is. Deze kracht neemt echter af als je het inzet in het veroordelen van anderen. Waarnemen doe je met je ogen, maar als je diezelfde ogen gebruikt om iemand af te keuren, werkt de kracht tegen je. Ook als je door je ogen wordt misleid en naar iets verlangt wat je niet kunt krijgen, dooft deze kracht. Verlangens en gehechtheden beëindigen de kracht van waarnemen. Het gebrek aan de kracht van waarnemen wordt gesymboliseerd door het gouden hert. Dat symbool staat voor materialistische verlangens. De kracht van waarnemen stelt je in staat om keuzes te maken die voorbij gaan aan uiterlijkheden. Affirmaties. Ik laat me niet verblinden door de buitenkant van wat ik zie. Ik kijk met mijn derde oog en doorzie situaties en handelingen. Ik laat mijn onderscheidingsvermogen niet ondersneeuwen door mijn verlangens. Ik ben onbevooroordeeld bij wat ik maar neem. Ik ben onthecht van enig verlangen naar een bepaalde uitkomst.